Dit is het melkveebedrijf van familie Heijink, Hemmink. Het is een maatschap. We hebben een 120 melkkoeien op 60 hectare land ongeveer, 65 hectare. We hebben in 2009 de stal vergroot en twee robots erin. En onze doelstelling was, we blijven weiden. Dat deden we voor die tijd ook. In de stal hebben we is de situatie zo dat we de stal in tweeën kunnen delen. En dat de koeien die nog gewoon melkpermissie hebben, die kunnen we op de ene helft doen. En die moeten langs de robots voordat ze naar buiten kunnen. Huisperceel is aan de kleine kant. Voor dit aantal koeien om echt om te weiden. Twee percelen van 7 hectare hebben we het huisperceel opgedeeld. En het is eigenlijk een soort standweide. En dan een week of vijf lopen ze in dezelfde wei. En dan na vijf weken, dan wisselen we om. Nou, de grootste uitdagingen bij het weiden met de robot hebben we eigenlijk de eerste jaren wel gehad. Toen hebben we heel erg veel proberen te sturen. Met voeren en ophalen en zorgen dat er voldoende melking overheen bij de koeien zaten. Maar de laatste jaren hebben we eigenlijk dat losgelaten en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk rust onder de koeien te houden. Dus zorg dat die koe een eigen ritme heeft, doe elke dag hetzelfde. Hoe minder je er eigenlijk achteraan zit, dus hoe meer je de koeien zelf die vrijheid geeft, hoe beter het is gaan lopen op de robot. Dus met minder werk, beter resultaat. We zijn in 2009 begonnen met robotmelken. De koeien hielden er verschrikkelijk veel van, want er was maar eventjes en toen gaven ze bijna 11.000 liter melk. En ik zag eigenlijk weinig koeien meer met tocht. En kwam de herd navigator in 2010 op de markt. En daar kon je tochtigheden en sleepende melkziekte en mastitis kon je in een vroeg stadium allemaal eruit halen. En dat hebben we toen in 2010 al aangeschaft. Zeker met sleepende melkziekte ben je er heel vroeg bij. Herd navigator geeft hier een attentielijst. En dat is hier is bijvoorbeeld de sleepende melkziekte, koe 61. Die staat erop en die gaan we nu behandelen met twee energiepillen en morgen vroeg ook nog een keer. Tochtigheden, we gaan blind op de huid navigator af en dat is altijd goed. En dan met mastitis dan ben je ook vaak net even iets eerder dan via de geleidbaarheid. Dus je bent er toch even iets dichterop. Het grootste voordeel is dat het geeft gewoon rust in het managen van de koeien. Tenminste rust bij de boer. De afgelopen jaren hebben wij best wel wat problemen gehad met het celgetal. Kuiper heeft ons toen ook wel goed geholpen met het begeleiden daarvan. En die hebben regelmatig bij ons aan de keukentafel gezeten om dat probleem op te lossen. Ja. En het laatste celgetaluitslag was 105, dus daar ben je dan toch wel blij met dat resultaat. De service is tijdens het robotmelken verloopt prima. En ook bij advies over op het programma of bij vragen over instellingen zijn ze altijd snel ter plekke. Dus we zijn uitermate tevreden over de service van Kuiper.